Ik luister en ik nodig uit niemand minder dan Owen Venlo. Owen, goedemorgen. Morning, Ivan. Goedemorgen. Dag luisteraars. Ja, wist u dat? Dan vul ik aan, Ivan, luisteraars. Wist u dat Mark Rutte, premier van Nederland, het zinkende schip gaat verlaten? Natuurlijk wist u dat, want alle nieuwsberichten, radio, kranten, tv, hebben melding gemaakt. Dus zeker, Mark Rutte, premier van Nederland, wordt de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Hoge functie, belangrijke functie, wereldfunctie. En waarvan wij altijd gedacht hadden, hij gaat nog wel eens naar zo'n internationale functie. En hij heeft het een hele tijd ontkend. Maar uiteindelijk heeft hij toch laten doorschemeren dat hij het leuk zou vinden. En het is gebeurd. En trouwens, ik begin negatief een beetje, want Mark Rutte verlaat het zinkende schip Nederland. En dan bedoel ik natuurlijk de betrokkenheid van de Club Wilders bij regeringsvorming en bij de regering die er staat aan te komen als alles verder goed gaat. En Mark Rutte heeft dus 4 kabinetten geleid hier in Nederland. En de belangrijkste eigenschap om dat te kunnen, 4 kabinetten, is de kern wat ik u vaker verteld heb, wat mij betreft, de nieuwe politieke cultuur, die ze nog niet gevonden hebben in Den Haag. Maar Mark Rutte heeft een geweldig belangrijk ding dat de kern is van de nieuwe politieke cultuur. En dat is wat Job Cohen wel eens heeft gezegd toen ze hem vroegen hoe hij met al die groepen in Amsterdam als burgemeester van Amsterdam, hoe hij mee omgaat en waarom hij het zo doet zoals hij het doet. Toen heeft Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, toen gezegd: je moet de boel bij elkaar houden. Dat is nou net die eigenschap die Rutte heeft, waardoor hij 4 regeringen heeft kunnen leiden. En dat is ook precies de eigenschap die hem zo geschikt maakt voor secretaris-generaal van de NAVO. Maar zoals in het leven altijd gaat, bij plussen heb je altijd ergens ook een minnetje. Soms meerdere minnetjes. 1 minnetje bij NAVO-secretaris-generaal is: als Donald Trump in november de Amerikaanse verkiezingen wint, dan wordt het secretaris-generaal van de NAVO, dus Mark Rutte, een moeilijk verhaal. Maar misschien is dan juist die eigenschap van de boel bij elkaar houden de manier om met Donald Trump als president van Amerika, die dus grote veranderingen wil, ook op defensiegebied, minder rol van Amerika, meer rol van de andere landen. Misschien is dan juist die eigenschap, de boel bij elkaar houden, komt hij dan het beste uit. En we zullen het zien. In ieder geval feliciteren we natuurlijk Mark Rutte, ook vanuit jouw radio, Tamara, met deze komende benoeming. Formeel moet het nog gebeuren, maar dat zit dus wel goed. Alle landen van de NAVO moeten ja zeggen. En dat doen ze bijna allemaal nu, eigenlijk allemaal. Maar goed, dus kortom, Mark Rutte de boel bij elkaar houden. En dat juist is die eigenschap die volgens mij de nieuwe regering Schoof de das om gaat doen. Waarom zeg ik dat zo stellig? Om te beginnen, luisteraars,
We zeggen in de politiek, maar ook op andere momenten, hoor, in andere sectoren, zeggen we, je hebt in het leven vaak momentum. Hè? Momenten waarop belangrijke dingen gebeuren, waarop je moet reageren, acteren, reageren. En als je dat doet, zit het goed. En als je dat niet doet, dan kan dat een probleem zijn. Waar doel ik op? Wat ik tot nu toe niet begrijp, en niet begrepen heb, en ik begrijp het niet. U weet, Mark Rutte heeft 13 jaar lang tegen de Club Rutte, PVV, gezegd met jullie nooit meer regeren. Toen vroeg de journalist, bedoel je letterlijk nooit meer, waarop Rutte zei, letterlijk nooit meer. Want deze club valt niet mee te regeren, valt niet mee te besturen. Hij stopt, hij kondigt aan, hij stopt, premier. Er moet een nieuwe leider komen van de VVD, dat wordt Dilan Yeşilgöz. En die roept, zonder een ledenraadpleging in de VVD, roept zij, ik zet de deur weer open voor de Club Wilders, PVV, om te mogen regeren. Nou, en toen kwam de domino-effect. Dan zeggen een heleboel kiezers die niet meer op PVV stemden. Want ze gaan toch nooit regeren. Dan zegt die groep van, oh, nou gaan we weer wel stemmen op hem. En als dat gebeurt op een moment waarop grote ontevredenheid is over de afgelopen regeringen, Rutte, die hoofdpijndossier is, ik heb het u vaker genoemd, Groningen, toeslagenaffaire, boerenstikstofaffaire, huisvesting algemene, huisvesting asielzoekers, vluchtelingen. Dus kortom, ontevreden kiezers, proteststemmers, zeggen we. En als een heleboel proteststemmers dan ook op Wilders gaan stemmen, dan krijg je wat we gekregen hebben, namelijk Wilders, de grootste politieke partij. En dus een tweede groep personen die dus het momentum voorbij heeft laten gaan, dat zijn de overige politieke partijen in de Tweede Kamer. Want toen Yeşilgöz, nieuwe leider van de VVD, zei, ik zet de deur open voor Wilders, Club Wilders, PVV, om te mogen regeren, hadden de overige politieke partijen moeten zeggen, ja, wacht even, dat kan jij wel zeggen, maar jij gaat daar niet over. Eén partij gaat nooit over wel of niet regeren. En dan hadden die andere partijen kunnen opkomen en ja, toch druk uit kunnen oefenen op de VVD om die uitspraak niet zomaar ondoordacht te doen, want de opmerking van Yeşilgöz, Club Wilders, PVV mag meer regeren, is ondoordacht, niet doordacht, ook niet democratisch in die partij. Dus kortom, de andere politieke partijen treft ook enig verwijt, want die hadden toen moeten zeggen, stop, wij willen overleg over wel of niet Wilders de deur voor Wilders openzetten. Dat hebben ze niet gedaan. En dus het gevolg weten we. Luisteraars, Iwan, PVV, Wilders, de Club Wilders, de grootste geworden. En bijna nu rond met het, nou komt het, met een knettergekke regering. Zo kwalificeer ik de regering die een van de komende dagen gaat worden geïnstalleerd. Op het bordes van het Koninklijk Paleis. En, want u hebt het gevolgd. Bij vrijwel alle personen van de Club Wilders, PVV, bij vrijwel alle personen is er iets aan op te merken, aan te merken, af te doen. Kortom, ik zei u, en daarom zeg ik het steeds vaker, succes in de politiek, nieuwe politiek, is de boel bij elkaar houden. Als je dat niet kan, en dat kunnen een heleboel
mensen van de Club Wilders. Wilders kan dat niet en heel veel mensen rondom hem kunnen dat ook niet. Logisch, follow the leader. Maar dat zijn dan dus de risicofactoren, even zoveel risicofactoren, in de nieuwe regering die er staat aan te komen. Daar heb ik het alleen maar over van hun kant naar de samenleving toe. Daar heb je de andere kant, namelijk vanuit de samenleving naar de politici, naar de politiek, naar de premier en de ministers. Dat zijn twee richtingen verkeer is dat. En dat gaat ook de nodige problemen opleveren. En daarbij komt nog wat betreft het hoofdlijnenprogramma, het akkoord, wat moet worden uitgewerkt in het regeringsakkoord. Dat moet de komende tijd gaan gebeuren. Dan heb je nog het punt van wat is het beleid wat betreft dat twee richtingen verkeer. Hè? Dus de relatie nieuwe regering bevolking en hoe kijkt de bevolking naar de relatie bevolking nieuwe regering. Hou vast wat ik u zei, de boel bij elkaar houden moet altijd het uitgangspunt zijn. Een nieuwe politieke bestuurscultuur. Oké. We hebben de pech, ik zeg maar, we hebben de pech, dat we uitgerekend nu, we lopen tegen 1 juli, herdenking, afschaffing slavernij, een nieuw kabinet zich gaat aandienen. En je hebt kans, luisteraars, ik moest er nog even om lachen. 1 juli, dat is dus de dag waarop wij dus die herdenking en die viering hebben. Herdenking, eerste ronde in het Oosterpark. En de viering dit jaar ook weer Museumplein. We hebben het geluk, het ongeluk gehad, dat we dus nu net in juli uitnodigen, dat doen we altijd, prominente mensen, voorzitters, Eerste Kamer, Tweede Kamer, ambassadeurs, kortom. Ik zei u net, aan alle personen van de Club Wilders zit er een luchtje. Is er iets wat niet helemaal klopt? Bij sommige mensen uit de Club Wilders klopt niets, maar goed. Dus we nodigen altijd uit, voorzitter Eerste Kamer, voorzitter Tweede Kamer. Samen Eerste Kamer en Tweede Kamer, dat heet Staten-Generaal. Maar de voorzitter van de Tweede Kamer is meneer Martin Bosma. Dat is ook zo'n figuur van de Club Wilders, die, ik weet niet hoe ik hem moet omschrijven. Eigenlijk moet je gewoon zeggen, een racistisch figuur. Waarom? Omdat hij op onze zaken zo negatief heeft gereageerd de afgelopen jaren. Hij heeft zelfs, en de klap op de vuurpijl kwam een paar weken geleden, bovenop al die dingen, ons belachelijk maken en de PVV zegt, excuses, slavernij, verleden, gaan ze terugdraaien als zij in de regering komen. Kortom, een negatieveling, een man die dus eigenlijk niet thuis hoort in een regering die de boel bij elkaar moet houden. Ze willen het nog niet toegeven, want dan kom je in een probleem. Maar als je dat dus niet doet, dan zal de wal het schip moeten keren. En uitgerekend gaat dat een proef op de som zijn op 1 juli in het Oosterpark bij de herdenking van de afschaffing slavernij. Want de uitnodigingen zijn gestuurd door het Slavernijinstituut Nense. Een heleboel commotie, een heleboel instellingen van onze organisaties hebben terecht gezegd, no way, deze man komt daar niet de krans leggen. Onze overleden Afrikaanse voorouders,
draaien zich om in hun graven. Als dat gebeurt, iemand die ons zo willens en wetens heeft beleden. En ik heb een paar journalisten gevraagd. Zet een van die dagen op een rijtje al die beledigingen aan ons adres door Martin Bosma. U gaat ervan schrikken. En dat komt als klap op de vuurpijl wat vorige week bekendgemaakt is, dat deze meneer Martin Bosma sympathiseert met een club witte Zuid-Afrikanen die de apartheid weer willen invoeren in Zuid-Afrika. Een van die mensen is op televisie geweest en toen vroeg die journalist aan hem, ken jij me die meneer Bosma? Ja, zegt hij, ik ken hem heel goed. Is een vriend van ons, die witte mensen die de apartheid terug willen in Zuid-Afrika. En die meneer voerde eraan toe. Ja, een sympathieke man, hij steunt onze zaak. En als ik in Nederland ben, dan logeer ik altijd bij die meneer Bosma. Deze fascistische witte Zuid-Afrikanen die de apartheid weer willen invoeren in Zuid-Afrika. En zo'n figuur heeft men krans laten leggen op 4, 5 mei op de Dam. Op dat moment toen dacht ik, lukuja, kijk hoe de oude politieke cultuur omgaat met dit soort principiële dingen. Want het gaat om principiële dingen. Het gaat erom of je eerlijk bent. Het gaat erom of je integer bent. Betrouwbaar bent. Daar gaat het om. En op het moment suprem, belangrijkste moment, laat men in politiek Den Haag meneer Bosma, sympathisant van de apartheid en het duidelijke racistische figuur, een krans leggen. Heleboel doden, Tweede Wereldoorlog doden, hebben zich ook omgedraaid in hun graven. Maar de politiek in Den Haag, no grabo. Want, en daar komt het rare van politici, dan zegt men, bijvoorbeeld burgemeester Halsema, ja, maar hij komt niet als Martin Bosman, maar hij komt als voorzitter van de Tweede Kamer. Vroeger noemden we dat eigenlijk niet ook nog een beetje het pettenprobleem. Met welke pet op komt die meneer Bosma daar? Dus de regering zegt, als voorzitter Tweede Kamer, dus die meneer Bosma met die beledigingen en sympathie voor de apartheid, die moet je even wegdenken. Kijk, en dat is nou net een van de fouten in de oude politieke bestuurscultuur. Dit soort theoretische beschouwingen accepteert men niet meer. Je kan niet zeggen, nee, het is niet de persoon, maar het is de functionaris. Dat is ook het verhaal van de burgemeester van Amsterdam ten aanzien van de kranslegging door Bosma op 1 juli. En ik ben erg blij dat er zoveel protesten daartegen zijn opgekomen en opgestuurd. Dus de Tweede Kamer zal er iets mee moeten doen. Luisteraars, Iwan, goed zien, het gaat om de Tweede Kamer. Hè? Het gaat niet om de regering, het gaat om de Tweede Kamer. De voorzitter van de Tweede Kamer vertegenwoordigt de Tweede Kamer op 1 juli bij de grenslegging. Maar het voorzitterschap van de Tweede Kamer, luisteraars, Iwan, heet een presidium. Omdat het niet één persoon is, maar een aantal personen die samen met de voorzitter de Tweede Kamer leiden en vertegenwoordigen. Want er kunnen omstandigheden zijn waarbij de voorzitter niet kan. Trouwens, de voorzitter die heeft ook maar 1 24 uur per dag. Dus zoveel dingen moeten gebeuren. Dus je hebt toch een
meer mensen onder de voorzitters nodig. En samen heet dat presidium. Om alle taken te kunnen doen. In dit geval, als de Tweede Kamerleiding, dat presidium, de voorzitter plus de ondervoorzitters, en als de Tweede Kamerleiding gezond verstand had gebruikt, in empathie, invoelen, inleven met de mensen, in dit geval de groepen waar we het over hebben, in dit geval ons, dan hadden ze gezegd, nee, Martin, wij kunnen dit niet maken, als Tweede Kamer. Jij hebt zo tegen schenen aangeschopt, zo deze groep zo beleden. En wij kunnen het niet maken om jou daar naartoe te sturen om krans te leggen. Dat hadden ze ook moeten zeggen. Bij de kransenlegging door diezelfde meneer Bosma op 4, 5 mei. Hebben ze niet gedaan, die Tweede Kamer. Dus kortom, zo hou je de boel niet bij elkaar. Oké, de uitnodiging is verzonden naar de voorzitter Tweede Kamer, Bosma. Die zegt, ik kom. Wij zeggen, no way, jij komt niet. En ik was blij te horen dat Linda Nooitmeer, de voorzitter van het bestuur van het Slavernijinstituut Ninzee, gezegd heeft, hij is alleen welkom als hij zijn excuses aanbiedt voor de beledigingen en op onze zielen trappen die hij heeft gepleegd de afgelopen jaren. Luisteraars, Iwan, ik kan je zo al zeggen dat niet gaat gebeuren. Ik denk, Bosma kennende hoe die opereert, zeg ik, hij gaat het niet doen. Bosma is, hij gaat het nooit zeggen, hij is blij dat deze situatie zich nu voordoet. Dan kan hij ons nog meer op onze zielen trappen door daar pontificaal na alle beledigingen van ons en onze voorouders geweldig komen doen kransen leggen zoals hij gedaan heeft op de Dam in Amsterdam. Alleen heeft hij zich vergist in onze houding en mentaliteit naar hem toe, figuren zoals hij. Wij gaan dit absoluut niet accepteren als hij daar komt om een krans te leggen. No way. En Linda Nooitmeer van Ninze heeft gezegd, eerst excuses aanbieden. Als hij dat niet doet, kan hij wegblijven. En als hij toch komt, dan gaan we het spreken onmogelijk maken. De hele, om te beginnen, als daar geen krans is voor jou om te leggen, dan hoe ga je krans leggen? Als de bevolking bij alles wat hij doet, mensen die daar opgekomen zijn, 1 juli, Oosterpark, herdenk ik, boel gaan roepen, geluiden gaan maken, het onmogelijk maken om daar te blijven, staan, laat staan iets te doen, de kransen leggen. Dan kan je beter thuis blijven, Martin, Bosma. Want wij gaan dit niet pikken. En dan kan je met het verhaal komen van mevrouw, van de burgemeester Femke Halsema, met het pettenprobleem. Ja, hij zit daar niet met de pet op van Martin Bosma, maar hij zit daar met de pet op van Tweede Kamervoorzitter. Dat verhaal, luisteraars, dat is precies het verhaal wat politici de afgelopen jaren voortdurend vertellen. Slaat helemaal nergens op, want één persoon is een persoon. Ja, ik bedoel, Martin Bosma is Martin Bosma. En je kan niet zeggen, ja, maar hij is nu even geen Martin Bosma meer, maar hij is nu voorzitter weer. Onsplitsbaar noemt men dat. Dus de politiek moet stoppen met het splitsen van dit soort situaties. Het is eigenlijk een smoesje om te laten gebeuren wat eigenlijk niet mag gebeuren door een bepaalde persoon.
Dan kwam je met het pettenprobleem. Ja, maar hij heeft die andere pet op, hij heeft niet die pet op. Het is één persoon, één geest, één gedachte, één karakter, punt uit. Dus ik hoop, luisteraars, dat deze situatie rondom 1 juli, slavernij, herdenking, afschaffing slavernij, dat dit de regering en ook de Tweede Kamer tot nadenken zal dwingen, dat je dus dit soort dubbele persoonlijkheden accepteert de bevolking niet meer. Vroeger wel, de politiek had een geweldige status, dat heeft de politiek niet meer. De bevolking is kritisch, eisen van politici dat ze normaal doen. En normaal doen is niet, ja, maar het is niet de persoon, maar het is de functionaris. Dat is flauwekul. Een van de dingen die in een nieuwe politieke bestuurscultuur niet passen. En luisteraars, de regering. De Tweede Kamer moet sowieso al gaan nadenken hierover. Want dit gaat natuurlijk vaker gebeuren. Wat met ons gebeurt 1 juli met die meneer Martin Bosma. Want die meneer Martin Bosma, voorzitter Tweede Kamer, gaat natuurlijk meer uitnodigingen krijgen. En meer met meer geconfronteerd worden met waar wij mee geconfronteerd zijn met Bosma, zijn verleden. Politiek Den Haag probeert een manier te vinden om het onfatsoenlijke, immorele, goed te keuren, te accepteren, goed te praten. Dat is het verhaal van die twee petten, wat wij niet meer accepteren. Dan moet je van tevoren goed nadenken, voordat je deze meneer Bosma voorzitter van de Tweede Kamer maakte. Want als je goed nagedacht had, dan had je geweten dat je het niet kan maken. Je kan niet met mensen uit de Club Wilders aankomen zetten bij de bevolking. Groepen in de bevolking, bijna alle groepen in de bevolking, zijn één of meerdere keren beledigd. Soms intens beledigd door de Club Wilders. Daarin zit natuurlijk ook die meneer Martin Bosma, zat erin, zit er nog in. En bijna alle ministers, aanstaande ministers van de Club Wilders. Zij zullen allemaal, Wilders in kluis, geconfronteerd worden met het verleden van Wilders en zijn club. Uitspraken die ze gedaan hebben, opmerkingen die ze gemaakt hebben, insinuaties, verdachtmakingen. Oké. De Tweede Kamer en de regering zullen dus nu moeten nadenken over hoe ze daarmee omgaan. Met dat verleden van de PVV-ministers in de regering. Want als je zoveel groepen beledigd hebt, jarenlang, en je komt nu als minister of Tweede Kamervoorzitter op bezoek bij die groepen, dan moet je niet gek op staan te kijken als die groepen zeggen, rot op, je hebt ons intens beledigd. En dan kom je nu aanzetten, ja, maar ik ben niet meer Bosma, ik ben voorzitter Tweede Kamer, dat is een andere persoon. Onzin! Dat is niet een andere persoon. Het is dezelfde persoon. Dus wegwezen. Gaan sommige groepen, die beledigd zijn de afgelopen jaren, tegen deze meneer Bosma zeggen. Maar ook tegen ministers uit de Club Wilders, die het hele patroon van Wilders hebben overgenomen en goed gepraat. Dus kortom, luisteraars, tenslotte, Iwan, luisteraars. Wij zijn de trendsetters. Trendsetters. Wij moeten even in juli Ninzee, Tavernij, instituties, wij AVRO's, ondervinden nu wat heel Nederland de komende jaren gaat ondervinden
als deze nieuwe regering met Club Wilders ministers aan de slag gaat. En als, net als wij, een heleboel andere groepen, bepaalde personen uit de Club Wilders, ministers, niet willen accepteren in bepaalde rollen, dan zal de regering en de Tweede Kamer daar begrip voor moeten hebben. Want anders vrees ik dat de solidariteit met elkaar, onder elkaar, die er aardig nog is in Nederland, dat die te grabbel gegooid gaat worden. En dat dat tot grote spanningen in de Nederlandse samenleving zou kunnen gaan leiden. Dus mijn verzoek aan Tweede Kamer en regering, ga nadenken. Kom niet steeds, wanneer deze figuren, Bosma en de PVV-ministers, aan de orde komen met, in de relatie tot de bevolking, komt dan niet met het verhaal. Ja, maar ze hebben een andere pet op. Dat is een verhaal wat niet meer opgaat. Ga maar nadenken wat voor beleid je dan wil hebben, Tweede Kamer, regering, om te voorkomen dat we om de haverklap dit soort spanningen, wat we nu hebben, rond 1 juli kranslegging Bosma, niet steeds vaker gaan krijgen bij ook andere groepen. Ik ben benieuwd of ze dat gaan doen en of ze zullen luisteren. En ons geliefd Suriname. Ja, luisteraars, Iwan, weet je, ik, u weet, luisteraars, mijn pleidooi. Ik heb, om de mensen hun ogen te openen, met name in Suriname, ik heb het al gedaan voor de politici in Nederland de afgelopen half uur, nou kom ik bij Suriname, heb ik wel eens gezegd, in Suriname staan ze op een treinstation te wachten op een boot. Op een treinstation komt nooit een boot. Dus als je op een treinstation wacht op een boot, dan ga je lang wachten, want die komt dus niet. Maar aan de andere kant roept iedereen in Suriname, als aan iets moest komen, het moet veranderen, we moeten niet meer familievriendenregering hebben die zichzelf verrijken. En dat hebben ze ook gelijk in. Alleen, nou, de conclusie. Als je vindt dat iets moet veranderen, dan kan je niet alleen maar zeggen, ja, het moet veranderen. Dan zou je zelf dingen moeten doen die die verandering tot stand kunnen brengen. Waar doe ik op? In dit geval, als je zegt, Suriname, we moeten een regering van deskundige mensen hebben, met afstand tot de politiek, dan, vooral dat laatste, met afstand tot de deskundigen, met afstand tot de politiek, managers, topmanagers, als president, vicepresident en ministers, dan moet je je afvragen, wat kunnen wij doen als bevolking om het daarheen te leiden, om te zorgen dat er een zakenkabinet komt van topmanagers met afstand tot de politiek. Want de politiek is het probleem. Politiek is altijd familie, vrienden, partijgenoten. Wil je dat niet, dan zou je zelf voor de verkiezingen iets moeten doen die ertoe leidt dat we na de verkiezingen een deskundige zakenkabinet hebben en niet weer een familievriendenkabinet. Politieke partijen gaan nooit een zakenkabinet willen. Want politieke partijen willen hun familievriendjes, partijmensen, kunnen regelen. Vandaar mijn voorstel, dat ik zeg, als staatsrechtman, hoe kan democratisch, hoe kan een bevolking ervoor zorgen dat ze niet langer met familie- en vriendenregeringen van politieke partijen worden geconfronteerd na verkiezingen? Het antwoord op die vraag, luisteraars, is, als je dat niet wilt na verkiezingen,
dan zal je voor de verkiezingen iets moeten doen die leidt tot dat zakenkabinet, bestaande uit topmanagers met afstand tot de politiek. En hoe kan dat? Dat kan wanneer een groep toppers in Suriname, ik heb een paar namen genoemd, Winston Ramutasi, Jim Boussaid, Eddie Jarab, Steven Coutinho, zo zijn er een heleboel meer. Als die zouden zeggen, wij vormen een initiatiefgroep om een schaduwzakenkabinet te formeren. We gaan ze zoeken in het hele land, in alle politieke partijen, in alle organisaties, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, maatschappelijke organisaties, culturele organisaties. We gaan ze in het hele land zoeken. Dat leden van het schaduwzakenkabinet. Tweede eis. Allemaal toppers. Allemaal topmanagers. Tweede eis. De helft van dat kabinet, van die regering, moet bestaan uit vrouwen. Die voldoen aan dezelfde eisen. Topmanagers. Hebben we ook. Dat die aanpak kan ertoe leiden, als je die gewoon heel concreet doet, een plan van de aanpak maakt, de initiatiefgroep een plan van de aanpak maakt, zorgen dat dat schaduwzakenkabinet geformeerd is, uiterlijk 31 december 2024, dus 31 december van dit jaar, dan is dat schaduwzakenkabinet geformeerd samen met de bevolking, alle organisaties in het land. Oké. En dan ga je met het zakenkabinet, gaat dan met de bevolking het eerste kwartaal van 2025 een regeerprogramma maken. Hoofdlijnen, belangrijke hoofdlijnen, en allemaal vanuit één gedachte die Santokki veelvuldig heeft gebruikt. Namelijk Rotjejari-beleid. En ik voeg eraan toe, luisteraars, eerlijk delen Rotjejari-beleid. Want je kan wel Rotjejari-beleid maken, maar als je niet eraan voegt eerlijk delen, dan weet je nog niet wat de kern is van alles wat je moet doen in het kader van het Rotjejari-beleid. Rotjejari-beleid, voor de duidelijkheid, bloementuin, verschillende bloemen. Die hebben verschillende aanpak nodig. Dat moet je dus gaan uitwerken in je beleid. Hoe die aanpak voor al die groepen, hoe die aanpak moet zijn om te zorgen dat alle groepen, niet alleen etnische groepen, maar ook mannen-vrouwen relatie, jong-oud, gezonde mensen, mensen met een beperking. Dus kortom LHBTI-gemeenschap. Alle groepen moeten eerlijk delen krijgen, want de rijkdommen van het land, en dat doel ik heel concreet op de komende extra gas- en olieinkomsten, 2027, begint dat te komen. En nu komt mijn punt. Als je weet dat over 3 tot 4 jaar extra gas- en olieinkomsten gaan komen in de Surinaamse schatkist, dan moet je nu al dat beleid gaan ontwikkelen en vastleggen in beleidsplannen hoe je die extra gas- en olieinkomsten gaat gebruiken voor eerlijk delen Rotjejari-beleid. Want luisteraars, Iwan,
Je gaat pas eerlijk delen op basis van een eerlijk delen beleid, vastgelegd in een eerlijk delen beleidsplan. Dat je onderdelen van dat beleidsplan heel duidelijk omschrijft voor alle groepen die ik net noemde. Want de rijkdommen, wat we gaan verdienen uit die gas en olie, die rijkdommen in de grond, onder de zee en noem maar op, is eigendom van alle Surinamers. Het enige wat de regering moet doen is die rijkdommen eerlijk verdelen onder de Surinamers. In dit geval onder de bevolking, de Surinaamse bevolking. En daarvoor heb je visie en ambitie nodig. Visie en ambitie blijkt uit je beleid. En je beleid blijkt uit beleidsplannen die je hebt gemaakt, die je hebt geschreven. Iedereen die vraagt, maar hoe ga je zorgen dat die extra inkomsten, gas en olie, gehandicapte mensen daarvan profiteren? Dat is het eerste wat je behoort te zeggen als aan jou, als politicus die vraag gesteld wordt. Het eerste wat je dan moet zeggen is, dat blijkt uit ons beleid, vastgelegd in ons beleidsplan. Dan zegt die persoon, hoe kan ik het lezen, waar staat het? En dan kan je die persoon zeggen, ik stuur het voor je op, hardcopy, of ga naar internet, website, dat en dat en dat. Dan kan je lezen wat ons beleid is. Iedereen weet dan wat het beleid is. Wat luisteraars, Iwan, wil je beleid effectueren, wil je beleid laten werken, dan moet iedereen weten wat het beleid is, want iedereen moet meewerken, toch? Om te beginnen natuurlijk de ambtenaren, die moeten dat beleid uitvoeren. Als je het niet vastlegt, dan zegt die ambtenaar, ja, we hebben een beleid, maar minus apade, waar spillen, maar schrijven, man. Dus kortom, dat is professioneel functioneren. Dat is een groot probleem wat we in Suriname hebben. Professionele aanpak, professioneel presteren en professioneel produceren. Oké, dus kortom, dan heb je dat schaduwzakenkabinet geformeerd, uiterlijk eind van het jaar. Eerste kwartaal 2025, regeerprogramma, waarin je aangeeft hoe eerlijk delen Bromtjidari-beleid eruit gaat zien de komende jaren, gefinancierd, mede gefinancierd door de extra olie- en gasinkomsten. Want luisteraars, Iwan, dit is eigenlijk de laatste kans voor Suriname om niet uit te komen in het Haiti en Venezuela scenario. Want als dat gebeurt, is Suriname verloren. Maar niet alleen politiek, maar ook, luisteraars Iwan, feitelijk, materieel. Want ik heb vaker gezegd, ik moet me nog nakomen, ik heb beloofd dat ik een keer met een aardbevingsdeskundige zou praten over de kansen die Suriname heeft op aardbevingen vanwege olie en gas wat uit de bodem gepompt gaat worden. Ik kom er nog op terug. Want als dat gebeurt, ik wil er niet eens aan denken, maar je moet regeren is vooruitzien. Dus ik wil van een aardbevingsdeskundige horen hoe de kansen liggen. Want als dat gebeurt, luisteraars, ik wil het bijna niet zeggen, lichte beving in de regio van Suriname en bruggen storten in, de stuwdam breekt, het leed dan niet is te overzien. De extra olie- en gasinkomsten moeten dus vooral ook gebruikt worden om te voorkomen dat we verrast worden als gevolg van olie en gas. Kijk naar de Groningen hier in Nederland, aardbevingen achter elkaar. Dat in Suriname
niet gebeurt, dat we niet verrast worden, omdat we dus niet bij stilgestaan hebben van tevoren. Als je van tevoren stilstaat, in kaart brengt dit soort risico's, dan kan je ook een deel van de gas, extra gas- en olieinkomsten gebruiken, omdat die voorzieningen die nodig zijn, te financieren voorafgaand, hè? Dus bijvoorbeeld aardbevingsbestendig bouwen. En of bestaande bebouwing aardbevingsbestendig maken door versteviging. Dat kan ook, gebeurt in veel landen waar aardbevingen vaker voorkomen. Dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Waar het mij om gaat is, beleid is altijd vooruitkijken, vastleggen je beleid in een beleidsplan, zodat iedereen kennis kan nemen van het beleidsplan en iedereen op de hoogte is van wat er gebeurt. Ten slotte nog één aspect, luisteraars, Iwan, te financieren met de extra olie- en gasinkomsten. De afgelopen 60, 70 jaar, iedereen kan het zo zien, in Suriname, is er in Suriname geen sprake geweest van eerlijk delen. Paramaribo een beetje ontwikkeld, Nikeri een beetje, Mungo veel minder, maar goed. De rest in Suriname is onderontwikkeld. Niet ontwikkeld. De extra olie- en gasinkomsten, luisteraars, zijn een laatste kans om in het kader van Bromtjejari-beleid, eerlijk delen Bromtjejari-beleid, daarom voeg ik steeds dat die twee woorden eerlijk delen eraan toe, om de beleidsmakers, de politici en de bevolking, iedereen bij de les te houden. Besturen, politiek bedrijven, moet zijn eerlijk delen. En als je dat niet doet, dan creëer je een tijdbom in je samenleving. Wij, Suriname, hebben die kans door extra olie- en gasinkomsten om extra middelen te hebben om dat eerlijk delen beleid te realiseren. En omdat we de afgelopen 60, 70 jaar niet eerlijk gedeeld hebben in Suriname, betekent eerlijk delen Bromtjejari-beleid nu eerlijk herverdelen. Eerlijk opnieuw verdelen. Dus er is al gedeeld, niet eerlijk. Ik noem net de drie steden Paramaribo, Nikeri, een beetje Mungo. De rest van Suriname is onderbedeeld. Niet ontwikkeld. Op de vier punten. De vier W's noem ik ze altijd. Weten, wonen, werken, welzijn. Voor al die vier W's, weten, wonen, werken, welzijn, die sectoren, is alleen in Paramaribo redelijk, nog niet eens geweldig, maar redelijk de voorzieningen getroffen. Buiten Paramaribo is het, afgezien van Nikeri, is het gewoon niet goed geregeld. Niet eerlijk verdeeld. Welvaart en welzijn voor alle Surinamers moet het doel zijn. En zelf als oud-politicus zeg ik altijd, je moet, als je echt het meent met het volk en met het land, dan moet je de aanpak, ik zeg niet kopiëren, dan moet je de aanpak van Singapore bestuderen. Dus ik zeg niet, je moet overnemen wat Singapore gedaan heeft. Nee, je moet de aanpak no nonsense en zero tolerance moet je overnemen. En ik heb het wel eens zo in toespraken van mij uitgelegd. Je zou moeten zeggen, als bestuurders, politieke bestuurders in Suriname, ons doel is met Suriname
en het Surinaamse volk. Wij willen van Suriname in 10 tot 15 jaar een topland maken met een topvolk. Oké. Okay. Dan moet je dus 15 jaar verder denken. Dus 10 jaar erbij is 34, 5 jaar erbij is 39. Zeg maar 2040, Suriname topland, topvolk. Bij een topland horen er een heleboel topcijfers. Van je economie, maatschappelijk, cultureel, infrastructuur, cargo. Die topcijfers weet je nu al. Die moeten we halen. Bij een topvolk horen ook topcijfers. Van ontwikkeling, onderwijsniveau, welzijn. Die topcijfers voor het volk kan je nu al invullen. Dus, nu al invullen topcijfers voor het topland Suriname wat we willen worden in 2040. Topcijfers voor het Surinaamse volk kan je nu al invullen waar we moeten zijn met het volk in 2040. En dan gaan we van nu tot 2040 ieder jaar als land en als volk richting die cijfers die we al hebben genoemd als doel, als doelen voor 2040, ieder jaar een stapje in de richting van die cijfers maken. Stappen zetten in de richting van die cijfers. Die topcijfers voor het land, die topcijfers voor het volk, staan vast. Samen gaan we links of rechts om. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Richting die topcijfers topland. Dat kan. Zeker, luisteraars tenslotte, zeker met de extra olie- en gasinkomsten die we gegarandeerd gaan krijgen, dat weten we nu al, 27, 28. En daarom is het zo belangrijk, daarom dat ik zo aandring op zo'n zakenkabinet voor Suriname, anders gaat Suriname het niet redden, anders wordt Suriname overgeleefd aan familie en vrienden van politici. Daarom mijn verzoek aan de Surinaamse bevolking. Wacht niet tot de politiek met de beste oplossingen komt. Beste oplossing, zakenkabinet, gaat de politiek nooit mee komen. Ga als bevolking, initiatiefgroep van toppers, zelf zo'n schaduwzakenkabinet maken. Met een programma, regeerprogramma. En tenslotte, het belangrijkste, zo'n schaduwzakenkabinet wordt dan inzet bij de verkiezingen die in mei 2025 komen. Wat betekent dat? Inzet bij de verkiezingen betekent, alle politieke partijen moeten zeggen, zijn jullie voor dat schaduwzakenkabinet of tegen? En de kiezers moeten in de stembus op verkiezingsdag bepalen of ze de politieke partijen die voor het zakenkabinet zijn gaan steunen of niet. Heel simpel. Dus kortom, ik heb dit verhaal een paar keer vaker verteld op andere manier. Ik probeer het toch de mensen in Suriname mee te geven. We hebben kritiek vanuit de diaspora, maar we hebben ook suggesties. We hebben ook adviezen die we meegeven aan u in Suriname. En aan u, of u dat bevolking, politiek gaat het niet doen, de bevolking, in plaats van organic en andere demonstraties, kunt u uw energie beter stoppen in initiatieven die kunnen leiden tot een zakenkabinet voor Suriname, om Suriname in 10 tot 15 jaar te maken tot een topland met een topvolk van Surinamers in binnen- en buitenland, diaspora-beleid. Zonder diaspora-beleid geen toekomst voor Suriname. Iemand, dat was mijn column voor deze week. En ik hoop dat de mensen in Suriname toch wat ideeën oppikken en gebruiken om die radicale koersombuiging die in Suriname nodig is, zakenkabinet, om die te realiseren. We zijn een jaar voor de verkiezingen, dus dat kan makkelijk. Okay. Maar als je niets doet,
dan zit je inderdaad op een treinstation te wachten op een boot. Abo dan ook al nooit. Abo Iwan. Goed, bedankt. Abo Iwan. Oké, brasa, brasa voor de luisteraar.